Welkom op kasteel Roosendaal. U ziet achter mij het kasteel zoals het eigenlijk vanaf de 16e eeuw er al stond. Maar kasteel Roosendaal is veel ouder. Het bestaat al vanaf de 14e eeuw en toentertijd in opdracht van de graven en de hertogen van Gelre gebouwd. We hebben 65 hectare tuin en we hebben rondleidingen dat we het verhaal van 700 jaar Roosendaal kunnen vertellen aan ons publiek. U ziet achter mij de donjon. Dat is de toren zoals die in de 14e eeuw is gebouwd door de graven en de hertogen van Gelre. In de 14e eeuw stond de donjon met water omsingeld en dat was speciaal als verdediging bedoeld. De ridders die konden zich dan terugtrekken via een ophaalbrug als de vijand eraan kwam. Het huis wat eraan geplakt is, dat dateert van ongeveer begin 16e eeuw. De lange vleugel aan de zijkant, dat is pas sinds 18e eeuw aangebouwd. Dus zo ziet u dat door de eeuwen heen de eigenaren iedere keer het kasteel weer hebben verbouwd en verfraaid. We staan hier bij de bedriegertjes. In de 17e eeuw werd dit de bedriegelijke spuitende fonteintjes van Roosendaal genoemd. Mensen kwamen van ver om naar de tuinen van Roosendaal te bewonderen en ook dus de bedriegertjes te zien. Het was natuurlijk wel een grapje in die tijd. Dames die gingen bij de bedriegertjes kijken en vervolgens werd er op een afstand de hendel overgehaald en dan kwam het water omhoog. Dus wat deden de dames? Die pakten hun rokken beet en die trokken ze omhoog. Lieten ze wel wat enkel zien en dat was in die tijd natuurlijk zeer pikant. Maar dat was natuurlijk wel het grapje toentertijd van de bedriegertjes. Hoe werkten de bedriegertjes in die tijd? Natuurlijk niet met een motor. Dat werkte met gebruik van het natuurlijk waterverval van kasteel Roosendaal. 16 meter hoogteverschil hier. We hebben iets verderop de derde vijver, dan krijgen we hier de tweede vijver en bij het kasteel de eerste vijver. En door dat hoogteverschil krijgt u dat de bedriegertjes vanzelf gaan spuiten als iemand de hendel overtrekt. We staan bij de Schelpengalerij. Dit is een van de schatten van de tuinen van Roosendaal. De Schelpengalerij die dateert van ongeveer 1720 en is in opdracht van het echtpaar Torck van Horen gemaakt. Helemaal gerestaureerd. In de oorlog is die inderdaad zwaar beschadigd geraakt. Gerestaureerd en het zijn schelpen, koralen, marmer, stukjes glas waar zo'n schelpengalerij dan wordt opgebouwd. Het was in die tijd was het gewoon mode om zo'n schelpengalerij in je tuin te hebben. Het was een aanzien voor de bewoners van zo'n buiten. Zelfs Paleis het Loo heeft zo'n schelpengalerij. Maar ja, natuurlijk, ietsjes kleiner als deze. U ziet hier een afbeelding van het kasteel, hoe het eruit zag rond 1600. Toen was het geen verdedigingskasteel meer, het was toen niet meer nodig. Het was een woonhuis geworden, maar nog heel prominent is ook de donjon die verbonden is aan het huis. Ze hadden nog wel een kleine muur eromheen, toch wel een beetje om dat knusse gevoel te geven. En je had hier voor de entree dus een fantastisch binnenplaatsje daardoor. Maar u kunt al zien dat dit wel degelijk alweer een buiten was voor de adel die hier toen woonde. En dat was de familie van Dort. Kasteel Roosendaal was in de middeleeuwen een beschermhuis. Maar ook in de oorlog hebben ze hier ook bescherming gegeven aan de bewoners rondom Roosendaal. En u ziet hier een plakkaat aangeboden door de evacuees aan baron Willem van Pallandt. Hier ziet u de hele familie Esmeijer en die hebben geschuild in deze kelder onderin de donjon. Kunt u zich voorstellen, terwijl de bommen hier rondvielen op Roosendaal en Velp, dat je hier met 50 man zat die nacht, 16 april 1945? We staan hier in de torenzaal van de donjon. In de middeleeuwen was dit de ruimte waar de ridders zich konden verdedigen en terug konden trekken. In 1720, toen was Petronella, de dame die u daar ziet hangen, eigenaar van dit kasteel. Zij heeft veel veranderd in het kasteel en ze heeft deze torenzaal veranderd in een feestzaal. Grote raampartijen heeft ze erin gezet. U kunt zien hoe dik de muren zijn. Die zijn ongeveer 3 à 4 meter dik. En dit is de bibliotheek. Prachtige bibliotheek met wel 3000 boeken. Ook deze ruimte is door Petronella opgeknapt en vermoderniseerd. In 1720 althans.
Ze heeft de boekenkasten ingebouwd in de muren. De muren waren daar dik genoeg voor. En ze heeft het koepeltje op de toren gezet, waardoor je een fantastisch lichtval krijgt in deze ruimte. Toen het kasteel in handen kwam van Stichting Gelderse Landschap en Kastelen, toen troffen we de situatie hier aan zoals het was in de oorlogsjaren. Dankzij de verschillende fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, hebben we de gelegenheid gehad om dit allemaal te restaureren in deze fraaie ruimte zoals je dat nu hier ziet.